Van de 14 meter hoge boom is de verlichting bijna compleet vernield. De snoeren zijn kapotgetrokken en er zijn 60 lampen meegenomen. De boom stond pas sinds zaterdag op zijn plek. Schandalig, in één woord gezegd. En het is niet de eerste keer dat de kerstboom vernield wordt. Voor het zevende achtereenvolgende jaar sloegen de vandalen toe. Het lijkt wel traditie in Reden. Kerstboom optuigen en dan direct weer aftuigen. En dan meteen weer aftuigen. Ik heb er geen woorden voor. Dit jaar is het gewoon extreem. Dit jaar is het gewoon niet meer te vervangen. Er is zoveel vernield, zoveel meegenomen aan lampen. Het is gewoon voor ons einde verhaal. Het vervangen van de verlichting kost honderden euro's. De vrijwilligers hebben er geen zin meer in. Voor hen is de maat vol. Nu kappen we ermee. We gaan voor de kerstdagen de boom omzagen. En dan is het voor ons einde verhaal. Meent u dat nou? Ja, dat meen ik echt. Het is nou 6-7 keer en je doet het voor de gemeenschap, je doet het voor de gezelligheid, je doet het voor het aanblik van het dorp. En ja, als dat niet meer kan, ja, dan is het einde. En volgend jaar dan? Zoals het er nu voor staat, dan doen we het volgend jaar ook niet meer. Dat is voor ons helemaal over.